De lichten van de Johan Cruijff Arena branden en de tribunes stromen langzaam vol met supporters van beide ploegen. Goedenavond vanuit Amsterdam, beste kijkers. Ik ben Sierte Vos en samen met Jeroen Gruter zal ik deze wedstrijd van commentaar voorzien. We kunnen straks twee landenteams aan het werk zien in een vriendschappelijke ontmoeting. Dit is Nederland tegen Frankrijk. Ja, in deze wedstrijd mag er dan wel niets op het spel staan. Er is geen sporter die ervan houdt om te verliezen. Dit is de opstelling waarmee de thuisploeg de wedstrijd zal beginnen. Ja, als ik uit mijn ervaring put, dan staat zo'n 4-5-1 bijna altijd garant voor een 0-0. Alleen heb je nu twee aanvallende middenvelders achter de spits. En deze variant zou in de praktijk misschien net iets minder behoudend kunnen zijn. Op het WK van 1974... liet het Nederlands elftal een speelstijl zien die de meeste tegenstanders helemaal overrompelde. Ja, dat was het totaalvoetbal natuurlijk, hè, van Rinus Michels. Intensief jagen op de bal. Soms liepen ze met 6-7 man op een tegenstander af. Met op die vastgehouden aan vaste posities. Het zijn echt legendarische beelden. Nog steeds, als je het staat terugkijken. Het bezoekende team gaat met deze elf aan het duel beginnen. Hun aanvallen zullen vooral door het centrum lopen. Althans, daar ga ik vanuit. Gezien deze 4-4-2, inclusief een ruit. Ja, dat denk ik ook, Siert. Maar vergeet de rol van de vleugelverdedigers niet. Die zul je af en toe zien opkomen over de flanken. Oranje kan die bal niet vasthouden. Hij kiest de juiste positie en onderschept de bal heel knap. Balbezit na die sterke tackle. Francis Coquelin. Alain Saint-Maximin. Grégoire de Frel. Bal kwijt. Frédéric Gilbert. Wow. Ik wou dat ik er kon. Zo mooi, zo mooi. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. Jurgen Ekkelenkamp. Hij pakt de bal en begint een uitbraak. Net iets te vroeg zijn turbo aan. Grégoire de Frel. Zo hoor je te verdedigen. Goed gedaan. Aanval van het Nederlands elftal. Hij legt hem bij de tweede paal. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Doelpoging, schot. En we krijgen een hoekschop. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Ja hoor, raak! Het eerste doelpunt van de wedstrijd. Hij zit er al in. Nou, dat is toch een heerlijk begin van de wedstrijd. Ja, deze ploeg laat zien wakker te zijn. Je zou toch verwachten dat een verdediging zich wat beter concentreert als de bal wordt voorgebracht vanuit een hoekschop. Maar dat is hier niet het geval. Dan moet je kijken hoe je hem dan vervolgens langs de doelman kopt. Vol op het voorhoofd. Ja, dan is de keeper gezien. Lekkere goal hoor.
Terwijl Nederland nog jubelt om die voorsprong, wordt er weer afgetrapt. Jurgen Ekkelenkamp. Voorgegeven in het midden. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Alles loopt op rolletjes in deze aanval. Het begint bij de voorzet natuurlijk. Die is van hoge kwaliteit. Perfect afgemeten. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet, hoor. Bal weer verloren. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Nog steeds gevaarlijk. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hattrick. Kunnen we de keeper hier iets verwijten, Siert? Dat is de vraag die ik even wil stellen. Ja, misschien moet hij niet te ver voor zijn doel staan. Maar als je dan kijkt, hè, hoe de bal wordt geraakt door die speler. Met zoveel gevoel, zo subtiel, ja, dat is voortreffelijk. En dan wil ik daar toch eigenlijk de focus op leggen, hoor. Schitterend gedaan. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Ferland Mandy. Francis Coquelin. Alain Saint-Maximin. En die bal is weg. Sam Lammers. Zet verder door. Dit moet het doelpunt worden. Het was een goede mogelijkheid, maar ze hebben het goed opgelost. Even nog een keer het doelpunt hier. Ja, en de bal ging te snel voor de doelman. Geen tijd om goed te reageren. Hoekschop komt voor. Nee, daar schieten ze uiteindelijk niets mee op. Hij neemt geen risico, werkt de bal over de zijlijn. Sam Lammers, niet meer in balbezit na die ingreep. Er ligt ruimte voor de counter. Heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. En ze komen weer aan de bal. Hij pakt de bal en begint aan de uitbraak. Wat gaat hij doen? Fraai. Scoren met een boogballetje. Ja, dit is gewoon een doelpunt van grote schoonheid. Kijk. Je ziet dat de doelman iets te ver voor zijn lijn staat. Maar dan is het nog wel een kwestie van de bal precies zo raken dat hij over de keeper heen gaat, maar wel onder de lat terechtkomt. En dat gebeurt hier. Meesterlijk gedaan. We trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk.
Stambouli. Francis Coquelin. Boubacar Camara. Grégoire de Frel. Wat een geweldige techniek heeft hij toch. Ze proberen een opening in de verdediging te zoeken en spelen de bal rustig rond. Alain Saint-Maximin. De keeper krijgt zijn vingertop achter de bal en redt. Sam Lammers. Nederland gaat in de aanval. Danjuma. Komt steeds meer naar voren. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Het overwicht op het veld is nu wel heel duidelijk terug te zien in de score. Ja, de voorsprong is nu nog groter. Een andere hoek voor de herhaling. Vijf tegen nul alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Bal ingeleverd. Het andere team weer aan de bal. Hij houdt de bal af. Grégoire alleen de doelman nog voor zich. Deze komt op het scorebord, maar verder heeft het weinig om het lijf. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Hij laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. En nog eens, vanuit dit standpunt. De score is 5 tegen 1. En we trappen weer af. Ze komen weer in balbezit. Hele knappe interceptie hoor. Hij las die situatie goed. Een sliding, maar hij springt er overheen. Daar stoomt hij op aan de zijkant. Voor een voorzet. Vrije trap is voor Frankrijk. De scheidsrechter is hem genadig en laat het bij een waarschuwing. Oppassen hoor, want dit soort acties, dat is vragen om een kaart. Hij zet hem voor. Bal achtergewerkt, hoekschop. Hij heeft vandaag nog niet echt laten zien waartoe hij in staat is. In aanvallend opzicht dan. Tja, hij zou veel meer in stelling moeten worden gebracht. Want op deze manier schiet het natuurlijk niet op. En verandert er natuurlijk ook helemaal niets aan de achterstand. Er zal... Nee, die corner zeilt recht in de handen van de keeper. Frédéric Gilbert. Mooi trucje zeg! Circus koekoek. Dit is smullen. En nog effectief ook. Grégoire de Frel. Francis Coquelin. En zo is hij de verdediger kwijt. Wat een sublieme beweging. De scheidsrechter heeft het gezien. Maar de Franse aanval mag verder. Boubacar Camara. Grégoire de Frel. Niet goed gedekt, hij is de tegenstander kwijt. Vrije trap. Vanaf deze positie moet er nog iets mogelijk zijn.
Ik vrees met grote vrezen dat dit einde wedstrijd is voor hem. Hij ontnam deze speler de doortocht naar het doel. Dus gewoon rood. Balbezit verloren. Ze kunnen snel uitbreken nu. Wat traag in de omschakeling, die verdedigers. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Boubacar Camara. Frédéric Gilbert. Oh, dat doet hij mooi zeg. Heerlijke techniek. Genieten. Hij zit er goed tussen bij die pas. 3 minuten extra speeltijd. Nederland gaat in aanval. Bal gaat richting medespelers in het centrum. Knal, boom, raak, koekoek. De goal voor Oranje. Dit is natuurlijk een prima uitgespeeld doelpunt. Het begint met die knappe bal voor. Dan is het voor de doelpuntmaker een koud kunstje. Hij krijgt alle tijd en ruimte daar in het 16 meter gebied. En kan de bal dan nonchalant langs de doelman knikken. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Ah, dat is toch genieten van zijn passes vandaag. Grégoire de Frel. Alain Saint-Maximin. Die bal kan er gewoon in. En de bal ligt in het net. Ja, zo rafel je een verdediging uiteen, hè, met een snelle combinatie. Dit is een perfecte 1-2. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. En daar fluit de scheidsrechter voor de rust in deze vriendschappelijk interland. Ik had wel een krachtsverschil verwacht. Maar deze slachting, dat had ik niet zien aankomen. Daar zie je het. Ik weet niet wat ik zie. Dit is een wedstrijd die doet me denken aan de halve finale van het WK 2014. Brazilië-Duitsland, weet je nog? 1-7. Daar was de aftrap van de Fransen. Deel 2 is begonnen. Hocus pocus, wat een tovenaar. Pure magie is dit. Wat een spectaculaire beweging. Ferland Mandy. Francis Coquelin. En opnieuw laat hij een mooie paas zien. En met de bal aan de voet de uitbraak. Een vrije trap kan vanaf deze plek wel eens voor gevaar gaan zorgen. Schot op de paal en achter. Sam Lammers.
Aanval van het Nederlands elftal. Voorgegeven in het midden. Op de paal en dus verder. Een tackle die goed afloopt. Die bal wordt weggewerkt, ja, en dan is het de corner. Deze speler, ja, je kunt niet anders zeggen, speelt een hele fijne wedstrijd vandaag. Hij speelt gewoon een puikenwedstrijd. De verdedigers krijgen maar geen vat op hem. Hij is gewoon ongrijpbaar vandaag. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Schitterende kopbal, doelpunt! Hier wordt optimaal geprofiteerd van de wanorde in de verdediging. Al komt het natuurlijk allemaal wel tot stand na een magistrale hoekschop. Maar zoals hij het afmaakt, daar valt eigenlijk helemaal niets op aan te merken. Hij raakt de bal ideaal en de doelman is kansloos. Fantastische goal. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Alain Saint-Maximin. De overtreding is gezien. Maar de arbiter geeft de Franse voordeel. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Bal wordt teruggelegd op een teamgenoot. Ja, doelpunt. Schitterend. Oh, wacht. Annulado. Dat doelpunt gaat niet door. Klopt. De assistent scheidsrechter is duidelijk. Gedecideerd houdt hij zijn vlag omhoog. Nou, misschien wordt het in een herhaling duidelijk. Even kijken nog een keer. Ja, het is wel een gedurfde beslissing van de grensrechter, maar het lijkt me toch terecht dat die goal wordt afgekeurd. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Alsnog een gevaarlijk moment. En die bal vliegt binnen. De keeper valt hier helemaal niets te verwijten. Hij stond alleen tegenover twee man. En als ze het dan goed uitspelen, doe je daar helemaal niks aan. Precies, het gaat dan om de timing en hoe je het uitvoert. Heel secuur, dat is perfect uitgespeeld. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Boubacar Camara. En zo is hij de verdediger kwijt. Wat een sublieme beweging. Uitstekende mogelijkheid. De keeper strekt zich en tikt de bal naast. Fantastisch. Pablo Rosario. Rick Karsdorp. Komt steeds meer naar voren. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Zo, wat een mooie! Wat een heerlijke actie was dat. Moet je kijken hoe lang je aan de bal mag blijven. Er is geen verdediger die echt ingrijpt. Ja, en dan komt het moment om af te ronden. En dat pakt hij met twee handen aan. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Les Bleus krijgen een vrije trap. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, hier komt hij goed mee weg nog. Dan mag hij niet over mopperen.
geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Er ligt een counter op de loer. Hé, kijk, er staat een speler klaar om in te komen. Ja, dat klopt. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Zo, die gaat het net niet in, zeg. Oh man, wat een mooie counter was dat. Ja, het is gewoon tik, 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 tik. En daar staan ze er. Het liep heel goed af voor de tegenstander. Er is een wissel in voorbereiding. En Rosario, nou, die levert dus de bal in. Vrije trap is voor Frankrijk. Alain Saint-Maximin. Boubacar Camara. Hier de aanval van Frankrijk. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Deze komt op het scorebord, maar verder heeft het weinig om het lijf. De bal verdwijnt laag in de hoek. Onhoudbaar gewoon. Ja, het is met name de beheersing hè, waarmee dat gebeurt. Heel goed in de hoek geplaatst. Nog eens herhaald vanuit een andere positie. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Een klein straaltje zonneschijn voor ze in deze kansloze wedstrijd. Hun ploeg poetst de nul van het scorebord. Ja, een doekje voor het bloeden, zal ik maar zeggen. Hij schiet op doel. De grensrechter wijst naar de cornervlag. Hoekschop komt voor. Nou, uiteindelijk levert dat dus niets op, helaas. Goed afgeschermd met zijn lichaam. De Franse aanval kan verder door de voordeelregel. Grégoire de Frel. Vrije trap voor Frankrijk. De verdediging werkt die bal goed weg. En hij komt eruit met de bal. Het gevaar is nog niet geweken. En die bal gaat erin. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas, alles goed. En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos. 2-1, geen enkele hulp van zijn ploeggenoten en ja, dan is het eenvoudig afronden natuurlijk. We gaan wisselen. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. We hebben nog 15 minuten te gaan. Grégoire de Frel.
Nog steeds aan de bal. Mooi afgeschermd die bal. Wah, hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. En met de bal aan de voet de uitbraak. Alsnog een gevaarlijk moment. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes van die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet, hoor. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Alain Saint-Maximin. Grégoire de Frel. Tegenstander neemt over. Boubacar Camara. Gebruikt goed zijn lichaam. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Sterke actie. Goed breed gemaakt. Vrije trap is voor Frankrijk. Hij speelde geweldig. De trainer besluit echter om hem te wisselen bij deze voorsprong. Wellicht, ja, om hem wat extra rust te geven. Vraagteken. Redding en bal geklemd. Richetli Bazour. Dit levert ze een hoekschop op. Korte corner naar een teamgenoot. De aanvallers stonden klaar, maar die corner is te kort. Hij schermt de bal af. Steven Bergwijn. Zegt de doelman, zet de poort goed open voor de tegenstander. Ik heb echt geen idee wat ze er achterin allemaal aan het doen zijn. Moet je kijken, het doel helemaal open. Ja, daar weet die speler wel raad mee. Nog eens vanuit een andere hoek. En weer een aftrap. Er wordt behoorlijk wat gescoord deze wedstrijd. Valentin Rongier. Gignac. Gignac. Hij let goed op en onderschept die paas. Alleen de doelman nog voor zich. Cruciale onderschepping. Gignac. Hij houdt de bal af. Ja, Frankrijk had de bal en nu niet meer. Direct druk zetten, dat werkt hier. Heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. Deze kan erin. Een fantastisch doelpunt. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Wat is echt een geweldige goal. Een leuke troost, dit doelpunt. Ze gaan alsnog verliezen, maar het voelt toch beter. Raak. Als de doelman niet in zijn doel staat, is het makkelijk scoren. Ja, voor open doel. Dan is het voor iedereen een eindje om te scoren.
Wat een doelpunt, de Verstijn, zeg. We hebben niks te klagen. Nou, dat doelpunt zal wel wat troost bieden aan hun supporters, maar meer is het niet. Ja, volgens mij hebben die al lang de handdoeken erin gegooid. Alain Saint-Maximin. Valentin Rongier. Blijft goed aan de bal. De bal wordt afge... Ja, die moet erin! En die bal vliegt binnen. Ondanks de achterstand blijven ze toch op jacht naar het doelpunt. En dat is goed om te zien. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Maar vervolgens laat de keeper zich verrassen. Hij laat zich passeren in de korte hoek. Ja, dat noemen we een keepersfout. Hij had die bal gewoon moeten hebben. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Dat is het laatste fluitsignaal. Ze winnen in eigen stadion. Nou, dit was nog eens ouderwets klit, klat, kladderum. Ze hebben de tegenstander alle hoeken van het veld laten zien. Deze zege is zo duidelijk als wat.